Goedenavond, welkom bij de bekendmaking van de Haagse Literatuurprijzen. Mijn naam is Asna Bouaza en ik ben hier met Splinter. Ja, Chabot, welkom. Leuk om hier samen te zijn. Zeker. Normaal vindt dit plaats in januari in het Spuittheater in Den Haag hier. En dan is er een groot schrijverfeest, dan is er muziek, dan zijn de prijzen worden dan bekendgemaakt. Er zijn de drankjes na afloop. Dat is dit keer helaas niet zo vanwege de coronacrisis. Maar we gaan er gewoon hier in de studio een feest van maken in het Literatuurmuseum. Dat deze prijzen ook organiseert. En heb je er zin in? Nou, ik heb er niet een beetje zin in. Ik heb er heel veel zin in. Ja, want we zitten in Den Haag. Ja. Stad van recht en vrede, zoals ze altijd heel gewichtig zeggen. Maar het is ook een heel erg literaire stad. En je komt zelf ook uit een schrijversfamilie. Dat schijnt zo te zijn, ja. Ik kan het wel gaan ontkennen, maar heeft niet zo heel veel zin. Nee, en Den Haag heeft inderdaad een hele literaire geschiedenis. Ja. Het grappige is eigenlijk dat de oud-wethouder van Den Haag, ik zal niet zeggen wie, maar het was Ingrid van Engelshoven, die heeft ooit gezegd, toen ze wethouder cultuur werd in Den Haag, zei ze van ja, echt alle grote schrijvers komen eigenlijk uit Amsterdam. En dan, lof of je dat überhaupt moet zeggen, als je vervolgens gaat kijken naar de geschiedenis van Den Haag, blijkt dat niets minder waar te zijn. Mag ik een paar noemen of niet? Stiekem? Remco Kampert is geboren in Den Haag. Ja. Kees van Goten is natuurlijk uit Den Haag. We hebben een aantal hele grote. Ik zal niet alles verklappen, want de grote schrijvers komen ook uit Den Haag. Dus het heeft een enorm literaire stad is het. En als je ook kijkt naar de stad, dan noogt het er ook wel uit voor schrijvers. Er is een soort van meer soort van rust in, een soort van sprookjesheid hangt er in de stad. Ja. Dus we hoeven ons helemaal niet onzeker te voelen hier. Oh, dat doen we ook zeker niet. Maar ik heb gehoord dat jij als geboren Haagenees in Amsterdam woont. Ja, ik ben wel een beetje schuldig aan deze. Precies, dus ik bedoel dat inderdaad. Maar dat geeft niet, we vergeven het je. Ja. We doen het vandaag samen, maar we hebben ook hulp. Schrijver Philip Huff die gaat in gesprek met de prijswinnaars, die nu nog geheim zijn. En wethouder Robert van Asten van Mobiliteit en Cultuur, die is erbij op veilige afstand in het stadhuis in Den Haag. En hij gaat die prijzen ook uitreiken. We gaan nu even naar hem toe. Het is een eer om ook dit jaar de Haagse Literatuurprijzen uit te reiken. Vier jaarlijkse prijzen die door de Jan Kampert Stichting worden toegekend. Prijzen die vernoemd zijn naar schrijvers die onlosmakelijk met Den Haag verbonden zijn. En dat zijn er nogal wat. Wij concentreren ons vandaag op vier schrijvers uit deze lange rij. Jan Kampert, de dichter. Jan Greshoff, de journalist. F. Bordewijk, de romanschrijver. En de eerste grote Haagse literator, goed voor de oeuvreprijs, Constantijn Huygens. Wie de Constantijn Huygensprijs vandaag ontvangt, is al bekend. Guus Kuijer. En wie de overige drie zijn, dat vertel ik zometeen. Nou, dat was wethouder Robert van Asten. En het is een spannende avond dus. Er zijn drie laureaten die nog niet bekend zijn. Zij weten het stiekem al wel, maar wij nog niet. Daar komen we achter. Zoals gezegd, de prijzen die worden toegekend door de Jan Kampert Stichting. Ik citeer even van waar zij voor staan. Ze hebben een zekere voorliefde voor eigenzinnige dichters en schrijvers die een bepaalde creatieve vrijheid nastreven en niet noodzakelijk prijken op bestsellerlijsten. Nou, goed toch? Dat lijkt me goed, hè? En sowieso over het belang van zo'n prijs. Ja. Je kan natuurlijk vragen waarom moet dit of waar is het goed voor? Maar uiteindelijk is het natuurlijk de schrijfwereld en mensen die boeken schrijven, die brengen eigenlijk fantasie in ons leven. En als kind mag je altijd met fantasie bezig zijn, maar hoe ouder je wordt, hoe minder dat gewaardeerd wordt. Ja. En eigenlijk zijn juist de schrijvers die dat eigenlijk voor de werkelijkheid schaakmat zetten en wel die fantasie in de wereld brengen. Mm. En elk platform, elk podium en dus ook deze prijs die daar eigenlijk aandacht aan geeft en daar dus energie in stopt door dat nog breder, bij een breder publiek te brengen, is eigenlijk heel belangrijk en heel erg goed. Dus het is ook voor de schrijvers die misschien niet door iedereen al gekend zijn of door iedereen gelezen zijn, is het natuurlijk prachtig dat je in hun, of soms in hun hoofd of in hun werk kan kruipen, of in die fantasiewereld die zij creëren. Precies. En de mensen die dat eigen pad waarderen en de winnaars kiezen, dat is de jury van de Jan Kampert Stichting. En ik ga even de namen noemen. Ik moet af en toe spieken, want ik ken ze niet helemaal uit mijn hoofd. Dat is Erika van Boven, Jeroen Dera, Arjen Fortuyn, Aad Meinders is ook de voorzitter van de Jan Kampert Stichting, Sanne Parlevliet, Jan de Roder, Jeannette Smit, Karl de Strijker en Sarah Vankerschaber. De juryrapporten die zijn bekend, die staan in dit jaarboek. Jij hebt hem ook, hè? Ik heb hem ook, ja. Ja. Dus ik heb stiekem al wat essays eruit mogen lezen. Ja. En het is fantastisch. Het is echt, en dat zeg ik niet, maar het is echt. En het is
Ze zijn echt vers nog, dus het ruikt heerlijk. Het ruikt naar een nieuw boek, ja. Maar je wordt per letter en per woord dat je leest, word je slimmer. En het is ook altijd fijn als er duiding is op een goede manier. Dus dat is, het is een feest. Ja, zeker. En u kunt dit boek lezen met al die essays. U hoeft alleen maar vriend te worden van de stichting. Dat lijkt me alleen maar een goed idee, want... Ook dit afgelopen jaar is natuurlijk heel duidelijk geworden hoe belangrijk boeken zijn om de realiteit te ontvluchten. En die realiteit die ontvlucht je ook in Den Haag, want we hadden het er net al over, hè? Ja. Hoe literair is Den Haag? Ja. Je hebt er al een paar genoemd, maar weet je wie de echt meest Haagse schrijvers is? Ja, er is één hele grote Haagse schrijver. Het is eigenlijk een van de weinigen die ook die gewoon een standbeeld heeft in de stad. Onder andere op het Lange Verhout. En uit een van zijn boeken is dat ook ergens nog een personage in de stad. Maar op het Lange Verhout is een beeld van hem te vinden. En dat is Luis Quiris. Ja. Dus natuurlijk echt wel, ja, die heeft als je... zelfs, ik denk dat, kijk, ik vrees dat heel veel jongeren natuurlijk zijn werk eigenlijk niet meer lezen. Maar hij prijkt wel nog steeds op de schoollijstjes. Hè. Je kan hem wel altijd kiezen. Ja. Dus ik denk dat zelfs als je zijn werk niet leest, de naam wel een soort van... magie doet leven. Dus dat je wel weet wie het is of wat hij gemaakt heeft. En als je via zijn boeken naar de stad kijkt, ja, dan zie je een heel andere wereld eigenlijk ontstaan. Ja. Dus, daar mogen we heel erg trots op zijn. Ja, heel zeker. Er is nog een andere grote schrijver, hè, uit Den Haag. Een geheel andere schrijfstijl. Ja, ja. Weet je wie ik bedoel? Ik denk dat ik wel weet wie je bedoelt. Ja. Want ik denk dat je weet waar je heet. Bordewijk bedoel. Ja, ja. 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 Van enorme klassiekers, Blokken, Bind, Noorderlicht, karakter. Is natuurlijk verfilmd destijds. Ja. Heeft een Oscar gekregen voor beste buitenlandse film. Maar een hele andere stijl. Dat is ook goed dat er zoveel verschillende dingen zijn. Volgens mij gaan we dat vanavond ook merken. Ja. Op hoeveel verschillende manieren je eigenlijk met dezelfde woorden vaak... Ja. Totaal iets anders kan creëren. Ja. Dat is te gek. Nou, ik kan uren met je praten, Splinter. Maar ik denk dat we gewoon moeten beginnen en dat we... de allereerste prijs bekend moeten gaan maken. Of dat doen wij tenminste niet. Dat doet wethouder Van Aster, want die weet wie de Bordewijkprijs krijgt. De F. Bordewijkprijs is de prijs van de gemeente Den Haag... voor het beste Nederlandstalige prozaboek van het jaar. En dit jaar is hij toegekend aan de auteur... van een zeer lijvige, prachtige en ook zeer spannende roman... De herinnerde soldaat van Anjet Daanje. Zij heeft al een enorm oeuvre op haar naam en dit is een terechte bekroning. Anjet Daanje, van harte gefeliciteerd. Deze prijs is helemaal verdiend. Philip Huff is onderweg in Den Haag om Anjet Daanje te feliciteren met de F. Bordewijkprijs. Den Haag, de stad van Bordewijk. Hij noemde zichzelf geen schrijver, maar een advocaat die schreef. Bind, blokken, karakter, stuk voor stuk meesterwerken. Hij kwam hier als kind wonen, zwierf graag rond, kende de stad op zijn duimpje en de Passage was een van zijn lievelingsplekken. Kijk, daar heb je hem. Bordewijk zelf won de PC Hoofdprijs en de Constant en Argusprijs, niet de minste. De naar hem vernoemde prijs gaat dit jaar naar Anjet Daanje voor haar roman De Herinnerde Soldaat. En met haar ga ik in gesprek in het Haagse Museum Bredius. Anjet, hoi. Hallo. Allereerst, gefeliciteerd met je prijs. Ja, fantastisch. Ja, dankjewel. Het lijkt me een enorme opsteker. Ben je er blij mee? Ja, ik ben er heel erg blij mee. Ja, ja. Anjet, je hebt de prijs verdiend voor dit boek, De Herinnerde Soldaat. Het speelt zich af na de Eerste Wereldoorlog. Een Vlaamse frontsoldaat, Amand, die leidt aan geheugenverlies en zit al 4 jaar in een, wat ik maar even gesticht noem. En dan komt er op een dag een zoveelste vrouw langs die zegt dat ze de vrouw van Amand is. Zij kent een intiem detail dat niemand anders kent, dus gaat Amand met haar mee naar huis, al kan hij zich niks herinneren. Thuis is Kortrijk, waar zij woont met hun 2 kinderen en ze heeft een fotozaakje, dat bestiert ze. Waarin Amand, een beetje zoals op de voorkant, op de foto gaat met oorlogsweduwe. En naarmate de twee, Amand en Julien, elkaar beter weer leren kennen en het geheugen van Amand terug lijkt te komen, blijkt dat er in hun verleden nog veel meer ellende en geheimen waren dan alleen die oorlog. Val ik dat zo een beetje goed samen? Zo vat je het goed samen, ja. En zelf die voorkant die je daar hebt, dat is zelfs letterlijk
een foto zoals zij die maken. Want je kan op de achterkant zien, als je op de achterkant van het boek kijkt, dan gaat ook de studio verder. Hè? Daar staat ook de bank en het fototoestel en zo. En daar hangt een schilderijtje, dat ben ik dan, maar daar hangt een schilderijtje. Dat ben jij. En hier is de foto. Ik zie het, wat grappig. Het boek begint al op het omslag. Hoe kwam je op het idee om te schrijven over twee mensen in Vlaanderen na de Eerste Wereldoorlog? Ik stuitte op het idee van die soldaat zonder geheugen. Want ik keek, nou, dat is al lang geleden, naar de serie van Geert Mak in Europa. En die vertelde een kort stukje over een Franse soldaat die vlak na de Eerste Wereldoorlog op een station in Frankrijk werd aangetroffen. Er was net een trein aangekomen met krijgsgevangenen uit Duitsland. Maar ze wisten niet wat ze met hem moesten, want hij wist totaal niet wie hij was. En hebben ze hem in een psychiatrische inrichting gestopt. Maar zo kwam ik op het idee. En dat kon natuurlijk niet in Nederland afspelen, want Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Toen hebben we erover gewogen om het dan toch maar in Frankrijk te laten spelen. Maar ik denk, nou ja, waarom niet in Vlaanderen? Dus nou ja, toen ben ik op zoek gegaan naar een geschikte plaats om het verhaal zich te laten afspelen. En dan wordt in jouw verhaal, Amal, aan het begin wordt hij... Zijn voornaam is Noem, want hij werd rond het middaguur gevonden. En Merkum, nou, dat was de plaats waar ze hem aantroffen, ergens achter het front. En dan denk jij, nu heb ik de naam in ieder geval voor mijn hoofdpersoon voor de eerste twee, drie hoofdstukken. Ja, maar ik denk, hij moet toch een naam hebben, want anders moet hem toch ergens mee aanspreken. En dan blijkt hij dus Amal Koppens te heten. En er komt nog weer een trits vrouwen komt kijken of het hun man is. Hè? Want ik meen ergens gelezen te hebben dat 35.000 vrouwen in de oorlog hun man verloren hadden aan het front. En dan is de volgende ochtend, want het is best emotioneel zwaar voor hem, is de vrouw die hem komt bekijken, die weet dan een intiem detail van hem. En daardoor weten ze dus, dat moet zijn vrouw zijn geweest. Ja. En dat gebeurt dan allemaal terwijl je het schrijft? Of heb je dat allemaal van tevoren al uitgedacht? Nee, dat eerste hoofdstuk, dat wist ik al heel lang. Maar, en meestal, ik werk altijd wel met plots en zo, dus ik weet altijd wel de strekking. Maar er zijn toch altijd wel details die anders lopen. En soms door die details, dan gaat het toch een andere kant uit. Maar ik ben wel iemand die alles plant. Ja, maar niet... Ik doe het wel minder gepland dan vroeger. Want vroeger hield ik me gewoon strak aan een schema. Maar dat dit boek, een boek laat zich ook wel een beetje leiden door de stijl waarin je het schrijft. Dus ja, dan als je een stijl hebt die een beetje associatief is, dan moet je ook niet zo strak plot hebben, want dan kom je er gewoon niet uit. Nee, dus dat vond ik zo prachtig aan het boek. Hè? Heel veel alinea's beginnen met en, waardoor je dus eigenlijk alles met elkaar in verbinding brengt. En de soort van continue ervaring van het bewustzijn van twee mensen verbeeld. Ik ben zeker niet de enige die de bewondering daarvoor heeft uitgesproken. Dus ook in NRC Handelsblad had je een fantastische recensie. Hoe was dat? Ja, dat was wel verrassend, want in het begin heel veel mensen het gaan lezen. Dat was echt verbazingwekkend. Ja, dat is dus de kracht van de criticus die een lezerspubliek op een belangwekkend boek kan wijzen. Je werd in de recensie onder andere vergeleken met Louis Paul Boon. Hoe was dat om met Boon vergeleken te worden? Ja, natuurlijk heel leuk. Ja, maar daarna zijn er nog wel andere vergelijkingen van andere recensenten gekomen. Die waren ook allemaal heel leuk. Over Céline en Proust en zo, maar dat is zo'n beetje, ja. Ik dacht ook wat misschien bijgedragen kan hebben aan de populariteit van het boek is... Het is in een zeker opzicht ook het ultieme lockdownboek. Want we mogen nergens meer heen. En met jouw boek reizen we heel Vlaanderen, of in ieder geval historisch, we zitten natuurlijk al in een andere tijd. Ik neem aan dat je nog nooit in Kortrijk was geweest, of wel? Of hoe Nee, maar ik ben er ook nu nog steeds niet geweest in Kortrijk, hoor. Want ja, ik heb gewoon op Google Maps gekeken op Street View. En dat is zo erg veranderd in die 100 jaar, dat heeft helemaal geen zin. Ja, je kan er wel heen gaan, dat is leuk natuurlijk. Maar voor het boek had het niet zoveel zin. Maar misschien is het zelf wel... als je erheen gaat, is het namelijk ontnuchterend. Want in mijn hoofd was dat gewoon die oude stad. Terwijl als je daar al heen gaat, denk je, oh, het is helemaal niet zo. Het boek speelt zich af na de oorlog, enkele jaren na de oorlog. Maar de oorlog heeft een heel grote rol, ook in scènes, in verbeelding van jouw taal. Doordat Amal worstelt met nachtmerries van zijn ervaringen aan het front. Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik wist toen ik eraan begon niet zo heel veel over de Eerste Wereldoorlog. Want ja, in Nederland houden we ons meer met de Tweede Wereldoorlog bezig dan met de Eerste Wereldoorlog. Maar in Vlaanderen is dat anders. Dus ja, ik ben maar begonnen met boeken lezen. Vooral boeken van mannen die in de loopgraven waren geweest. Schrijvers.
die het hadden meegemaakt, die ze dus achteraf goed konden beschrijven hoe het was. En dat was heel, heel nuttig. Het was wel echt een vreselijke oorlog. Het is in Nederland inderdaad, het grote nationale trauma is bij ons de Tweede Wereldoorlog. In Vlaanderen en in Engeland is dat veel meer ook de grote oorlog, de Eerste Oorlog. In Vlaanderen heb je ook veel bijval gekregen van lezers die je boek fantastisch vinden. Ik heb me toen ik het schreef wel een beetje zorgen over, maar ik denk, ja, ik ben natuurlijk geen Vlaming. Straks gaan Vlamingen zeggen, ja, kom zeg, dat klopt toch helemaal niet en zo. Dus ik heb wel mijn best gedaan, maar tot mijn verbazing zijn er best veel Vlamingen die zeggen van, nou, dat de Vlaamse sfeer zo goed getroffen is en zo, maar ik weet niet hoe ik dat heb gedaan dan, want... Nou, Maartje Wortel, de door mij zeer bewonderde schrijfster, die zegt altijd, je moet erop vertrouwen dat als je het goed voorstelt, dat het dan ook klopt. Daar heeft ze helemaal gelijk. Dat heb je bijzonder overtuigend gedaan, maar het is ook een boek wat je heel erg voor je ziet, hè, als je het leest. Dus je roept het heel erg tot, brengt het heel erg tot leven. Ik had nog één vraag over het mysterie of de plot van je boek. Is dat ook iets wat je bij Geert Mak had gelezen of heb je gezien op televisie? Of is dat iets, een twist die je zelf hebt gegeven? Nee, dus ik heb het uitgangspunt is gewoon waar gebeurd, maar de rest heb ik bedacht. En kwam dat tijdens het schrijven dan? Was de frontsoldaat met geheugenverlies je vertrekpunt en tijdens het schrijven? Of had je van tevoren, wist je wat je zei, dan ook echt, had je het nog wel zo strak gehouden dat dat wel een punt was waar je naartoe ging werken? In het begin had ik gewoon een beetje doorgeschreven. Ik denk, dat is toch een kladversie. De eerste versie, wel een kladversie. Maar door al die ennen heb je dus de neiging om gewoon maar alles te beschrijven. Van ennen gaat naar bed en hij staat weer op en dan gaat hij eten. En dan gebeurt er dat. Ik schreef het in een archiefprogramma met allemaal losse kaarten. Informatie op losse kaarten. Ik had totaal geen idee hoe lang het werd. En toen ging ik dat eens berekenen. En toen dacht ik, het wordt 1200 bladzijden. Dat krijgen we nou. Dus toen heb ik het ingekort. Maar het is wel mijn boek wat het minste plot heeft eigenlijk. Het is eigenlijk een plot wat verborgen zit onder allerlei alledaagse handelingen en de stijl. Dus je hebt het niet zo heel erg door, maar zo is het in het normale leven ook wel. Deze roman lijkt me nou het perfecte pleidooi voor de stelling dat personages plot zijn. Dus het is echt het leren kennen van de levens van onze hoofdpersonen. En ik wil je nogmaals van harte feliciteren met het winnen van de Bordwijkprijs voor jouw roman De Herinnerde Soldaat. En je bedanken voor ons gesprek. Ja, ik bedank jou ook voor het leuke gesprek. En voor de felicitatie. Philippe, dankjewel. En Anja Daanje, van harte gefeliciteerd. Wat moet dat fantastisch zijn. Ik mag hopen dat ze met champagne en ballonnen en slingers dit succes viert. Ja, dat is zeer terecht inderdaad. Dat je zo lang schrijft en dat er gewoon op een dag een boek dat aanvankelijk gewoon onder de radar bleef opgepikt werd. En nu dus bekroond. Ja, het grappige is, ze is ook scenario schrijfster. Ja. Ze heeft een serie gemaakt. En misschien als je haar werk niet gelezen hebt, dat je misschien wel toevallig op Netflix staat. Een van haar series bij tegenkomen. De Geheimen van Barslet is van haar, dus haar geschreven. Ze heeft ook een prijs gewonnen, Gouden Kalf, onder andere. En, dus dit vind ik wel heel erg gaaf, dat zo'n boek, ik kan me voor haar ook voorstellen, dat zie je ook in het filmpje, de soort van... Je wordt er ook blij van of zo. Dus je denkt ook van, nee, je gunt het ook of zo. Ja. En de rand tussen wat is echt en wat is nep. Ja. En dat je ziet eigenlijk wat in de fantasie gebeurt, blijkt echt te zijn. Ja. Voor een deel dagdromen, dat hij voor een deel toch zijn geheugen terugkrijgt. Mm-hmm. En de fantasie, eigenlijk wat in de werkelijkheid gebeurt. Mm-hmm. Namelijk wat zij vertelt over hun geschiedenis samen. Mm-hmm. Dat er eigenlijk verzonnen juist blijkt te zijn. Ja. Dus dat is een heel, zonder alles weg te geven, dat is een heel spannend evenwicht. Ja. En eigenlijk, meestal kijk een balletdanseres houdt evenwicht, maar in dit boek ga je toch wiebelen. Alle kanten op. Zal ik een fragment voorlezen? Nou, dat is heel een leuk. Beetje graag. Voelen, ik heb het gemarkeerd, dat we een beetje voelen de sfeer die er is. En dan kunnen we het ook even hebben over de stijl. Ja, daar heb ik ook een klein voorbeeldje van. Ja, precies. Ja. Nou, een fragment uit De Herinnerde Soldaat van Anja Daanje. En ik lees het gewoon even voor. En dan kunt u het gevoel een beetje meekrijgen. En in de studio waakt hij tot het ochtendlicht. De dag rijst dreigend uit het duister op. Alsof hij niet al 3 weken de kolen voor haar doet en haar waswater verwarmt. En met haar en de kinderen eet. Alsof hij een ongenode gast is in zijn eigen leven. En hij probeert het gevoel van vervreemding van zich af te zetten. Om gewoon met haar te praten en met Roos en zelfs met Gust. En wat hij ook doet,
Intussen denken zijn gedachten als een nooit slapend, zichzelf in stand houdend mechanisme verder. En hij kijkt naar haar, terwijl ze verstrooid haar pap eet. En in haar hoofd moet op dit moment ook van alles rondwaren. Zorgen, herinneringen, waarnemingen, gissingen, conclusies, voornemens, emoties. Onkenbaar voor iedereen behalve haarzelf. En als dit ontbijt aan deze keukentafel in haar gedachten niet het ontbijt aan deze keukentafel in zijn gedachten is, wat is het dan in werkelijkheid? En als niemand dat werkelijke ontbijt beleeft, alleen misschien God, bestaat dat ontbijt met haar dan wel? Oh, de chaos. De chaos die hij zijn leven noemt. Lekker, hè? Ja. Dat vervreemdende zit er heel goed in. En de pure twijfel. En dat je, ik denk dat we het allemaal wel eens gehad hebben. Dat je denkt, wat doe ik hier? Ja. Waar ben ik? En misschien wel, hoe kom ik eruit? En wat ik goed vind, is dat het meteen een soort van... Het roept meteen een gevoel op. En dat is ook heel knap. Als een boek een gevoel kan op... Hè, dat het dus echt naar binnen weet te kruipen. En dat het dus in je buik iets aanzet. Ja. Dat is eigenlijk het ja, denk ik, nou, het knapste, dat is niet aan mij om daar ook te overoordelen. Maar vind ik is heel erg knap. Is dat natuurlijk iets wat eigenlijk natuurlijk statisch is. Want het is uiteindelijk papier met letters. Ja. En het ruikt soms goed, het ruikt soms niet goed. Ja. Maar uiteindelijk dat je dat daar gevoel uit kan komen, is natuurlijk heel knap. Ja. En de manier waarop ze het opgeschreven heeft, daar had Philip Huff het ook al met haar over. De en-vorm. Heel veel zinnen in het boek beginnen met en. En dat vond ik eigenlijk leuk om een paar bladzijden verder. Ja. Heb ik gewoon maar een zin gepakt. Want op een gegeven moment was ik eigenlijk daarop aan het letten. Ja. En tel even mee met hoeveel en's hierin zitten. Oké. Okay. En dan zeg ik daarna even over wat er toch ook heel erg knap aan is, hoe ze dat doet. En hij zit in de gang op de grond met zijn rug tegen de muur. En hij hoort voetstappen naderen. Het is Basiel. Hij komt naast hem zitten en hij pakt zijn potlood en opschrijfboekje uit zijn zak en hij schrijft wat op en hij toont het Noen. Hoe ging het, is zijn vraag. En Noen merkt dat praten over de ontmoetingen met de vrouwen hem tegenstaat. Door er woorden voor te zoeken en die hardop uit te spreken, wordt de onaanvaardbaarheid van hun teleurstelling alleen groter. Alsof hij hen nog eens en nu met opzet pijn doet en hij maakt zich er en met een paar zinnen vanaf. En Basiel, we zitten op 11 inmiddels, hè, schrijft in zijn boekje dat hij blij is dat Noen nog even hier blijft. En Noen knikt. Ik ook, zegt hij. En ze glimlachen naar elkaar en samen zitten ze in stilte op de koele tegelvloer. En dat is het fijne van Basiels gezelschap. Als hij bij hem is, vergeet Noen soms zijn aanwezigheid. En toch voelt hij zich dan niet alleen. En dokter de Moor gelooft dat Basiel weigert te praten, niet omdat hij niet kan praten. Niet omdat hij het niet kan, maar omdat hij het onbewust niet wil. Hij heeft de verschrikkingen van de oorlog onschadelijk gemaakt door ze te verzwijgen, zoals Noen ze is vergeten. Ja. Los van dat het natuurlijk een heel mooi iets is en ook heel iets gruwelijks eigenlijk, hè? Te proberen die verschrikkingen van de oorlog te vergeten, zit hier 16, 17 keer het woord en in. En dat is niet een bijzonder iets, want het gebeurt heel vaak in het boek. Ja. En wat het knappe eraan is, het is natuurlijk een bepaalde manier van schrijven, een truc van schrijven. Ja. Dat als je dat niet goed doet, jaag je eigenlijk de lezer het verhaal uit. Jaag je het boek uit, waardoor die denkt, weet je wat, ik ga iets anders lezen. Ja. Het knappe aan hoe zij het heeft gedaan, is dat je... Zoals de zee, en dat doet eigenlijk ook heet hetzelfde. Maar als je naar het strand gaat, vind je het nooit saai. Je vindt het nooit vervelend. Je vindt het niet erg om dat geruis te horen. En die en in haar boek, die is een beetje zoals de zee. Die blijf je meenemen. Dat is heel knap. Het is een soort melodie, hè? En je gaat je er gelukkig niet aan storen. Ja, nou, nogmaals gefeliciteerd. Anja Daanje, de herinnerde soldaat. Het werd al geprezen als ideaal boek voor de lockdown. En omdat we er helaas nog in zitten... U heeft alle tijd en gelegenheid om het te lezen. Maar ook buiten de lockdown, hè? Uiteraard, uiteraard. Ik bedoel, het lezen houdt niet op gelukkig, na corona. Gelukkig, nee, daar gaan we gewoon even mee door. We gaan naar de volgende laureaat. Dat is de Jan Gresshoffprijs. Wethouder van Asten, die maakt de winnaar bekend. Jan Gresshoff was een dichter, schrijver, journalist en criticus met echte Haagse roots. Hij was in de jaren voor de oorlog een speelfiguur in de literaire wereld. De prijs die naar hem is vernoemd is de tweejaarlijkse essayprijs van de gemeente Den Haag. Deze prijs wordt door de Jan Kampert Stichting toegekend voor een recent verschenen essay of essaybundel. Het gaat dit jaar om deze bundel, Grondwater, van Piet Gerbrandy. Piet Gerbrandy is klassicus, dichter, vertaler en essayist. Net zo veelzijdig als de naamgever van deze prijs. Piet Gerbrandy, ik wil u bij deze van harte feliciteren. En als het goed is, is Philip Huff onderweg om met Piet Gerbrandy te spreken.
Jan Gresshoff was verknocht aan Den Haag en aan het literaire leven hier. Hij was schrijver, dichter, essayist, criticus, een echte man van de letteren. Jonge schrijvers klopten bij hem aan en vroegen, hoe doe ik dat, schrijver worden? Al op jonge leeftijd kwam Gresshoff in contact met andere culturen. Het buitenland lonkte en uiteindelijk emigreerde hij naar Zuid-Afrika. Geen mooiere plek om af te spreken met de laureaat van de prijs, Piet Gerbrandy, dan in de grandeur van het Hotel des Indes. Piet, we hebben afgesproken dat ik Piet mag zeggen en je, dank je wel. Allereerst ga ik je dus van harte feliciteren met je prijs. Het is niet de eerste Haagse literatuurprijs die je ontvangt. Je ontving de Jan Kampert al in 2014. Het is intussen je zevende prijs al. Ben je er al een beetje aan gewend? Ik had ze niet geteld. En ik ben er wel aan gewend dat mensen zo nu en dan iets aardigs over mijn werk zeggen. Maar zo'n prijs krijgen is natuurlijk toch altijd weer een speciale gebeurtenis. En deze prijs krijg je voor je essays. En is bijzonder voor deze bundel, Grondwater. De vorige prijs was voor je poëzie. En je bent natuurlijk dichter, essayist, maar daarnaast ook docent, bijzonder hoogleraar, klassicus, vertaler. Piet, wie was er eerst? De klassicus, de schrijver, de dichter, de vertaler of misschien de lezer? Ja, natuurlijk in de eerste plaats de lezer. Hè? Ik herinner me dat ik vanaf het moment dat ik kon lezen, toen ik een jaar of zes was, dat ik ook daar fanatiek aan begon en niet meer gestopt ben. En dat betekende dat er een wereld voor me open ging, of vele werelden voor me open gingen. En dat ik ook dacht, ja, dit wil ik ook kunnen. Ik wil ook schrijven. Ik wil ook dingen op papier zetten en nieuwe werelden scheppen. En dat ben ik ook heel vroeg gaan doen. Dus ik denk dat ik als 7- of 8-jarige al verhaaltjes schreef. En daar is godzijdank niks van bewaard gebleven. Maar kijk, veel kinderen doen dat natuurlijk. En veel pubers maken poëzie, maar ik ben er altijd mee doorgegaan. Ik neem aan dat je op de middelbare school in aanraking bent gekomen met klassieke talen. Kan je je nog je leeservaring van een van de klassieken herinneren, waardoor je dacht, dit ontsluit voor mij iets, dit maakt voor mij iets nieuws zichtbaar, op het moment dat de vonk oversloeg? Ik moet in de 4e of 5e klas zijn geweest. Gingen we Horatius lezen bij Latijn. En dat was echt een openbaring voor me. Dat vond ik zoiets geweldigs, die compactheid en die meerduidigheid en die muzikaliteit ook van die gedichten. Dat was echt een moment waarop ik dacht, ja, hier wil ik echt mee verder. Die koppeling bij jou tussen wat ik maar even je leeshonger of je taalhonger noem en de behoefte om daar iets over te schrijven. Het was dus de prikkeling van het speelsen van Horatius waardoor je dacht, zo wil ik ook erop gaan reageren. Ik ben me daarvan bewust geweest dat die Horatius aan mij gegeven is door een leraar. En die leraar die wist dat voor mij tot leven te brengen. En dat was voor mij buitengewoon waardevol. En toevalligerwijs zat ik in de klas met een aantal jongens die ook een grote liefde voor literatuur hadden. Dus wij kwamen ook iedere week bij elkaar om over literatuur te praten en elkaar poëzie voor te lezen. En dat hebben we jarenlang gedaan, iedere vrijdagmiddag. En dat is een zeer vormende ervaring geweest natuurlijk. Dat je merkt dat literatuur, het is leuk om een boek in je eentje te lezen, maar het is nog leuker om het met elkaar te delen, omdat dan de ervaring verdiept wordt. En dat heeft mij uiteindelijk tot docent gemaakt, denk ik. Een van de, misschien wel het langste essay van je bundel, gaat over de Surinaams-Nederlandse dichter Hans Favery. Je noemt zijn gedichten ergens, als ik het goed onthouden heb, zoiets als kleine machientjes die de hele tijd hun eigen tekortkomingen aan tonen. Waar komt je fascinatie voor het werk van Favery eigenlijk vandaan? Ja, dat wist ik nog maar.
het zijn, ja, die gedichten van Favory die zijn aan de ene kant wonderbaarlijk mooie en goed klinkende dingen van taal. Dus als je het voorleest, het loopt echt altijd als een trein. Je hebt altijd het gevoel van, ja, dit zit zo goed in elkaar, dit moet wel iets goed zijn. Alleen het probleem is vaak dat je geen idee hebt waar het over gaat. En dan ga je dus net zo lang puzzelen en nadenken totdat je een soort van, interpretatie kan geven. Met andere woorden, het zijn objecten die je ertoe dwingen om er heel actief mee bezig te gaan. En ik heb gemerkt dat het daarmee bezig zijn, of alleen al het voorlezen van die gedichten van Favory, een soort ritueel aspect heeft, waar ik in ieder geval heel erg rustig van word. Het is niks heerlijkers dan wanneer je in bed ligt en niet kunt slapen, een gedicht van Favory voor jezelf in je hoofd te repeteren. En reken maar dat je dan goed slaapt. Het hart van de schrijver, Piet Gerbrandy, is toch wel, denk ik, mag ik dat zeggen, die fascinatie voor poëzie. Ik hou me natuurlijk met van alles bezig en ik vind van alles mooi. Maar uiteindelijk is poëzie wel de oudste liefde, denk ik. Ik denk dat de kracht van poëzie er inderdaad in schuilt dat je een alternatieve wereld kunt scheppen en dat je kunt duidelijk maken in je nuances en ook door met betekenissen te spelen, dat het altijd anders kan dan je gewoonlijk zou denken. En dat de gebruikelijke denkkaders waarin we in ons dagelijks leven leven, niet alleen zaligmakend zijn. En dat je dat er altijd een andere kant is. Dat er altijd een diepere laag is. Dat er altijd een andere stem is. Het is, denk ik, voor de essayist van cruciaal belang dat hij kijkt en luistert en ziet en verzamelt en verbanden gaat leggen op al die dingen die aan de binnenkant van zijn brein zijn blijven plakken. En is dat een van de belangrijkste dingen die je met de bunde wil doen? Ja, hoe zal ik het zeggen? Het komt voort uit een soort gulzigheid die ik wil delen. Hè? Dus ik zuig van alles op, maar datgene wat ik dan tegenkom, of dat nou uit de oudheid is, of uit de middeleeuwen, of uit onze eigen tijd, en of dat nou muziek is, of antropologie, of filosofie, hè? Dat zuig ik op. En op de een of andere manier gaat dat een verbinding aan met elkaar in mijn hoofd. En dat zijn dan vaak dingen waar ik enthousiast over ben. Die wil ik graag delen. En bovendien is het natuurlijk zo dat op het moment dat je je voorneemt om daar iets over op te schrijven, gaat het knetteren in je hoofd. En blijken al die dingen inderdaad op een associatieve manier met elkaar samen te hangen. Je zegt in je bundel zelf ergens, literatuur is een manier van leven. Ja, dat is natuurlijk een beetje een pathetische uitspraak. Denk ik. Maar het is natuurlijk wel zo. Hè? Ik kan me een leven zonder literatuur absoluut niet voorstellen. Ik heb wel eens geprobeerd hoor, om een paar dagen niet te lezen. Het lukt gewoon niet. Het gaat niet. Of zonder iets op te schrijven, of zonder alleen maar in mijn hoofd dingen te formuleren. Ik neem me wel eens voor om gewoon eens een paar dagen alle boeken dicht te laten en geen laptop open te doen en niet te schrijven. En ik krijg het niet voor elkaar. Ik weet niet hoe mensen dat doen. Wij hebben in ieder geval het geluk dat jij de hele tijd aan het graven, aan het verzamelen en aan het boekstaven bent. Ik wilde je nogmaals feliciteren, Piet, met je prijs. Van harte verdiend. En ik wilde je bedanken voor je fantastische essay, boek. Grondwater. En ik dank je hartelijk. Ja, jij ook. Hartelijk dank. Dankjewel, Philip Huff. En van harte gefeliciteerd, Piet Gerbrandy. Met de beloning voor dit indrukwekkende boek. Ja. Grondwater. Weet je wat me opviel? Nou, ik ben heel benieuwd wat je opviel. Ja. Zal jou pas ook opvallen zijn? Er zijn heel veel dingen die me opvielen in het boek, hoor. Maar ja. Eerst eigenlijk aan Piet Gerbrandy zelf. Die zat daar heel relaxed. Ja, grappig. Die is de tel kwijtgeraakt, weet je wel. Er zijn zoveel prijzen geweest. Ja. En wat lijkt me dat heerlijk. Als je het allemaal, weet je, zo relativeert. Dat je het, ja. Maar dat komt omdat hij natuurlijk ook zoveel weet, dat hij denk ik er ook
daar gaan we het zo meteen wel over hebben. Maar dan denk je dat je dan, dat hij alles in perspectief plaatst. Dus dat hij er heel rustig onder blijft. Ja, ik vind het prachtig. En ik bedoel, een indrukwekkend oeuvre. Dit is een indrukwekkend boek, maar hij heeft een indrukwekkend oeuvre. 45 boeken. Er is ook alweer een nieuwe dichtbundel uit. Ontbinding. En nou ja, daar kun je alleen maar nieuwsgierig naar zijn. Zeker als je dit boek hebt gelezen. Grondwater, het bekroonde boek. Ja, nou ik zal eerst in het algemeen over dit werk. Want ik zeg maar, stel als kennis een ballon is in je hoofd zit. Ja. Dan is Piet Gerbrandy eigenlijk de lucht die daarin wordt geblazen. Mm-hmm. En als je dit boek leest, dan blaas je die hele ballon vol. Want Piet Gerbrandy is eigenlijk een soort van wandelende encyclopedie, maar nog meer dan dat. Het lijkt alsof hij alles weet van de Bijbel, van de oudheid tot aan en de hedendaagse literatuur. En daardoor kan hij ook alles aan elkaar koppelen. Hij kan alles met elkaar in verbinding zetten. Dus je hebt de kans als je begint met lezen dat je een beetje dom voelt. Mm-hmm. Maar het mooie is dat hij maakt je heel snel heel erg slim. Ja. Dus dat vond ik, en het gaat ook allemaal over poëzie en over gedichten. En er is natuurlijk een soort van, toch een collectief vooroordeel over poëzie. Ja. Dat natuurlijk saai is en stoffig en met spinnenwebben omhevig, maar. En het mooie is, je hebt eigenlijk iemand nodig die je dus daar les in geeft. Ja. Hij laat je alles zien. Ja. Maar, en dat is heel belangrijk, hij houdt ook je hand vast. Dus hij neemt je ook echt erin mee. Ja. Waardoor je opeens dingen gaat begrijpen. En waarop je soms in gedichten van jezelf inderdaad denkt, dat Philip Huffington ook zei, van onder andere Hans Favorie, dat ik denk van, dat is zo'n klein stukje, wat kan ik daar uithalen of zo? Ja. Ja. En dan komt hij met een wereld die groter is dan de aardbol zo'n beetje, aan kennis, waardoor hij alles kan in lijn kan zetten met zaken. En dat is natuurlijk echt wat te gek. Ja, zeker. En het is natuurlijk ook wat jij in het begin zei. Hè? Toen we begonnen van woorden, het zijn altijd dezelfde woorden, maar je kan er heel veel meer mee zeggen. Ja. En hij laat zien wat een ander zegt met die woorden. En ik vond het een soort hersengymnastiek. Dat je, er gaat een wereld inderdaad open en je denkt, oh ja, dat kun je er ook uit halen. Ja. Hij geeft je niet het gevoel dat je dom bent. Nee. Het is die gulzigheid die hij ook noemt in het gesprek met Philip Huff. Die deelt hij en daar doet hij helemaal niet moeilijk over. Daar is hij niet gierig mee. Nee. Hij geeft het allemaal. Ja, dus je mag het van hem overnemen eigenlijk. En het is misschien wel grappig om Hans Favorie werd eigenlijk genoemd. Ja. Om toch even een klein stukje van Hans Favorie erbij te pakken. En dan, kijk, je ziet al, ik heb overal onderstrepingen gezet en noem maar op. Lekker lopen kiezen. Omdat je soms ook denkt van, oh wow, zit dit erin? Maar om één gedicht te pakken. Ik weet niet of dit het gedicht is waar hij ook zelf van in slaap valt. Hier voor een heel klein gedicht. Mm-hmm. Een lek in het zwijgen, noise. Welke codes? Welke filters? De eerste drijft pets. De tweede drijft pets. De. En dan denk ik moet eerlijk zeggen, als ik dit is natuurlijk zo'n stukje gedicht is dit, hè? En dan denk ik, wat staat hier nou eigenlijk? Waar gaat het nou over? Ja. En dan gaat hij dus uitleggen over de wiskundigheid die erachter zit. Ja. Over hoe, en hij legt dan, haalt hij meerdere gedichten erbij, over hoe bepaalde dingen in aanbouw zijn, hoe bepaalde dingen met elkaar in connectie staan. En dan laat hij eigenlijk in die gedichten, laat hij zien dat die gedichten verstopte spinnenwebben zijn eigenlijk. Dus dit is het verhaal wat je krijgt. Ja. Maar hij laat zien dat het daar een draadje heen loopt en hier een draadje heen loopt. En, dat is toch, ik vind dat wel heel erg knap dat je ten eerste het geduld hebt om daarin te duiken. Ja. En dan de kundigheid hebt om dat goed uit te leggen, plus natuurlijk de kennis hebt om het allemaal te weten. Ja. Daar maakt hij nog een statement van, hè, dat natuurlijk eigenlijk ons literatuuronderwijs, zeker onze poëzieonderwijs in Nederland, eigenlijk heel erg slecht is. Zo slecht dat als je de eerste paar essays ook leest over hele oude stukken eigenlijk, dat je denkt, werd er toen ook al dit soort teksten geschreven? Ja. Dat laat hij eigenlijk allemaal zien. Ja. En dat maakt dit boek Een enorme reis. Ja. En waardoor, wat ik zei, die ballon, die blaast zich in je hoofd op. En dat is toch wel heel erg bijzonder. Er zit ontzettend veel in. Ook het titel-essay Grondwater, dat gaat over laat-Romeinse schrijvers. Essay over Bilderdijk. Iedereen kent de Bilderdijkstraat, maar meneer Bilderdijk heeft nog wel wat meer gedaan in het leven. Bob Dylan, dus breekt Piet Gerbrandy ook een lans voor. En, weet je wat? Ik bedoel, dit is niet stoffig poëzie, het is onzin. Spoken word is poëzie, rapmuziek is poëzie. Dus ik denk als mensen gewoon die verbinding leggen met liefde voor het woord, voor de kunst, voor de vorm, denk ik dat je dat zeker ook Piet Gerbrandy niet heel erg goed in staat zal zijn om dat hele onterechte imago weg te vagen. Het vooroordeel. Ja, precies. En dit was de zoveelste prijs voor Piet Gerbrandy. Hij heeft eerder al de Jan Kampert prijs gewonnen. En nu gaan we naar de volgende winnaar. En wethouder van Assen staat klaar om die bekend te maken.
Iedereen is natuurlijk benieuwd naar de laureaat van de Jan Kampertprijs, de jaarlijkse poëzieprijs van de gemeente Den Haag. De laureaat is een jonge vrouw die 2 jaar lang stadsdichter van Antwerpen was. Philip gaat haar namens mij online huldigen en met haar spreken. De Jan Kampertprijs 2020 is toegekend aan Maud van Houwaard. Maud van Houwaard, van harte gefeliciteerd met deze prijs. Jan Kampert was bankbediende in Amsterdam. Hij had literaire ambities en verhuisde naar het mondaine Den Haag. Hier kwam hij midden in de journalistieke, literaire en theaterwereld terecht. We kennen hem tegenwoordig vooral van het beroemd geworden verzetsgedicht Het Lied der 18 Doden. Al snel na de oorlog werd er een prijs naar hem vernoemd. Aanvankelijk voor schrijvers uit het verzet, maar al snel een jaarlijkse algemene poëzieprijs. Ik ga de laureaat van dit jaar ontmoeten. De Vlaamse Maud van Houwaard. En dat doe ik op een bijzondere plek. Maud, hallo. Hallo. Wat leuk je te mogen ontmoeten. Allereerst gefeliciteerd met je prijs voor dit boek, Het Stad in Mij. Een prachtig boek. De jury noemt het een feest. Daar sluit ik me graag bij aan. Maar allereerst wil ik je even laten weten waar we hebben afgesproken. We zijn in Den Haag, in Café Bodega de Posthoorn, het literaire café van de stad, met schrijversportretten aan de muur. En zo'n stadse kroeg leek mij de ideale locatie om met jou af te spreken, want je boek heet al Het Stad in Mij, waarbij de eerste vraag, de voor de hand liggende vraag is, wat is het stad? Ja, het is natuurlijk een grammaticale fout. Dat vond ik leuk om meteen zo'n fout te verwerken in de titel. Nu, in Antwerpen wordt er heel vaak verwezen naar het stad in plaats van de stad. En het is een beetje een mysterie. Misschien heeft het iets te maken met de zogenaamde arrogantie van de Antwerpenaren, die hun stad als het stad benoemen en de rest als parking zien. Dat wordt vaak zo gezegd. Antwerpen is het stad en de rest is parking. Doet niet mee, is niet van tel. Maar ik vond het vooral geestig ook om meteen iets ontregelends te hebben, een soort speelse ontregeling in de titel, omdat dat ook het kenmerk is, denk ik, van veel van mijn werk, die speelse ontregeling. En ik heb al verschillende mensen gehoord die zeiden, ja, moet het dan niet stad met dt zijn? Hè? Dan maak je een werkwoordsvorm van het stad. Nee. Dus ik vind het wel leuk dat zo'n titel ook mensen doet nadenken en kan prikkelen. Hoe diep zit Antwerpen in jou? Ja, nu, ik ben zelf niet oorspronkelijk van Antwerpen. Ik ben geboren en getogen in de Far West van Vlaanderen. Dus ik ben ook een beetje een inwijkeling in het stad. En ik voel mij dus meer een observator van Antwerpen misschien zelfs dan een inwoner. Alhoewel, dat is wel aan het veranderen. Ik denk dat ik nu na mijn stadsdichterschap mij toch ook echt wel deel voel van het stad. Jouw intreedreden van jouw stadsdichterschap, ook in het boek terug te vinden, begin jij over dat het je eigenlijk nog lang geduurd heeft voordat ze jou gevraagd hebben als stadsdichter van Antwerpen. Maar er zit ook een 9-jarig meisje in dat naar de stad rijdt. Zou je daar wat over willen vertellen? Als klein meisje deed ik toen mee aan een voordrachtwedstrijd in Veurne, het stadje waar ik woonde. En je had dus allerlei voordrachtwedstrijden regionaal. En als je daaraan won, dan kon je naar de wedstrijden in de grotere steden. En op die manier mocht ik dus inderdaad eens meedoen aan zo'n voordrachtwedstrijd in Antwerpen. En herinner ik mij die scène nog, dat ik daar inderdaad zat op de achterbank. Kijk naar die grote gebouwen die opdoemden. Het was aan het regen, dus ik zag die regendruppels versmelten op het raam. En ik was eigenlijk heel bang. Enerzijds wilde ik natuurlijk wel graag met zo'n gedichtje op het podium staan. Maar anderzijds wilde ik het liefst gewoon oneindig lang doorrijden en op die achterbank veilig bij mijn ouders blijven zitten. En ik denk dat die frictie of die combinatie van enerzijds dat verlangen om iets te gaan doen en tegelijkertijd die neiging om gewoon thuis te blijven of toch in een veilig kokonnetje te blijven zitten, dat ik die nog altijd heb. Zullen we wachten? Ah, sorry. Zullen we wachten?
Zullen we wachten? Zullen we wachten? Ja. Zullen we wachten tot het groen is? Zullen we wachten op het licht? Eigenlijk al vanaf je debuut schrijf je werk dat op papier voor zichzelf spreekt. Maar je werk bestaat ook voor een heel groot deel in de voordracht, in de performance. Het is niet het alleen zitten op een tram. Het is niet het alleen zitten op een tram die de nacht dichtritst. Niet het alleen zitten op een tram die de nacht dichtritst met in de verte een onmiskenbaar feest. Dat heb ik je wel eens horen zeggen, dat jouw verstandhouding met poëzie, doordat het literatuur in jullie huishouden vanzelfsprekend was, niet zo is als voor andere mensen, als iets angstaanjagends en iets imposants, maar als iets veel natuurlijkers en dichtbijers. Ja, inderdaad. Dat hoor ik vaak, dat mensen denken, oh, poëzie, dat is niet voor mij. Hoe vaak ik die uitdrukking niet al gehoord heb. En poëzie is moeilijk en hermetisch, geef mij maar gewoon een roman. Maar poëzie, oh. Terwijl voor mij is het vaak omgekeerd. Ik vind poëzie eigenlijk een heel makkelijke vorm. In die zin dat het een heel vrije vorm is. Ook als lezer, je kan je eigen interpretaties eraan aangeven. En als schrijver is het voor mij een grote speelruimte. Ik vergelijk poëzie ook vaak met de jazzvorm van literatuur, waarin je kunt gaan improviseren, je eigen regels kunt gaan maken, de grammatica helemaal uit elkaar trekken om er je eigen taal in te gaan verzinnen. En in die zin is voor mij de poëzie echt een speelplaats. Lezer. Letters zijn niets meer dan wat muizenstrontjes. Sporen van een schrijver die al lang vertrokken is. Maar zodra je begint, glitten ze samen tot de lettergrepen. Jongleren ze met de kegels. Maken torens met de staafjes in je ogen. Ja, men zegt vaak dat een dichter iemand is, hè, die de taal wilt vieren, die een ode wilt brengen aan de taal, die houdt van de taal. Maar ik heb een heel duale verhouding met dat medium, omdat de taal, denk ik, vaak voor heel veel misverstanden zorgt. En dat ik met taal nooit precies kan benoemen wat ik zou willen zeggen. En in die zin word ik ook in mijn werk voortgedreven door die frustratie. Elk gedicht is eigenlijk een nieuwe poging. En ik ben blij dat het mij ook nooit ten volle gaat lukken, want dat betekent dat ik een heel leven lang nog kan bezig zijn met poëzie. Dat brengt mij natuurlijk ook op nieuwe ideeën. Hè? Of zo ben ik mijn stadsdichterschap ook begonnen met gewoon het aanbieden van witruimte. Omdat poëzie alleen maar kan ontstaan bij gratie van witruimte. En het een metafoor kan zijn die iedereen op zijn eigen of haar eigen manier kan invullen. Belangrijker dan wat de dichter heeft bedoeld, is wat de lezer voelt bij het lezen van het gedicht. En ik denk dat dat ook de reden is waarom zoveel mensen afhaken bij poëzie. Omdat ze denken, oei, oei, ja, de schrijver, de dichter zal wel van alles bedoeld hebben, maar ik snap er niets van. Maar als je dat omkeert, als je zegt, ja, maar dat doet er niet toe. Je hebt de vrijheid om dat te gaan interpreteren. Dan voelt poëzie ook ineens veel minder ingewikkeld aan. Want dan heb je gewoon zelf dan ligt het gewoon bij jou. En dat is iets, denk ik, inderdaad, waar ik ook tijdens mijn stadsdichterschap wel vaak mee gespeeld heb. Met die vrijheid die ik wilde geven aan de lezers of aan de kijkers. Je boek is een feest. En van feestjes kunnen er nooit genoeg zijn. Van poëzie ook niet. Ik heb je iets zien doen als laatste performance, als stadsdichter. Met poëzie en politieauto's. Ik vind het fijn om poëzie te brengen op plekken waar je die niet verwacht. Hè. We verwachten poëzie in een poëziebundel, in een theaterzaal of in een bibliotheek waar een dichter komt voorlezen uit eigen werk. Maar wat gebeurt er als je poëzie lostrekt van de verwachte context? Hè? Als tekst en context uit elkaar worden getrokken en je met poëzie ook aan de haal gaat. Bovendien vind ik het interessant om te spelen met nieuwe vormen.
En de manier bijvoorbeeld waarop het woord politie op een auto staat, dat is een heel geëikte vorm. Als je dat ziet passeren, iedereen herkent dat meteen. En wat gebeurt er dan als je effectief het woord politie vervangt door poëzie? Ik denk heel veel mensen die zullen het niet eens hebben opgemerkt. Die gaan er gewoon aan voorbij. Maar sommigen zullen het misschien wel zien. En dan ontstaat die speelse ontreding van, hè, zie ik dit nu goed? En die kleine frictie, die hapering in het stadsgebeuren waar iedereen altijd zo doelgericht naar zijn werk gaat of naar de winkel of waar dan ook, maar even die kleine stilstand en die hapering, daarin zit voor mij de poëzie. Moot, nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor je boek. Je poëzie is een beleving, een performance. Voor zover dat kan, ben je er wonderwel in geslaagd dat in een boek tot leven te brengen. Ik hoop je nog veel vaker live ook te zien optreden en nog veel meer van je te lezen. En ik bedank je heel erg hartelijk. Dankjewel, ik ben heel erg blij ermee. Dankjewel. Ja, dankjewel Filip en van harte Moot van Houwaard. Een heel erg bijzonder boek, dat zei Filip net ook al. Ik wilde nog wel eventjes ook de gele omslag laten zien. Het is een boek dat je niet alleen leest, maar ook kijkt en waar je gewoon net als in een echte stad in verdwaalt. Ja, dus ik ben er helemaal verliefd op geworden. Ja. Het begint al, ik vind het vrij geniaal. Kijk, dus we hadden het al over poëzie. Ja. Ja, het hele idee dat het stoffig is. Nou, dat kan is. Je helemaal uitgummen. Ja, want dit is letterlijk een feest en je hoeft niet eens zelf de slingers meer op te hangen. Want als je naar dit boek kijkt, lijkt het alsof het geen cover heeft. Ja. Dus het heeft wel een voorkant en achterkant. Maar je voelt het door dit ook zo open is gelaten, toch alsof het haar poëzie niet in dit boek gevangen is. En het mooie is, dat is het ook niet. Ja. Er zitten allerlei QR-codes in, hè, zoals je maar ziet hoe poëzie modern kan worden gemaakt. Mm-hmm. Die kan je scannen en dan kun je dus filmpjes kijken. Waardoor je dus weet, er is niet alleen hier is niet alleen poëzie, niet alleen hier is die bewegingsvrijheid van de poëzie. Maar ook digitaal is er van alles, heeft ze voor je gemaakt. Dus dit is, als je het boek koopt, is het niet het enige wat je koopt, dit ding. Ja. Maar er is nog allemaal heel veel erbuiten. Mm-hmm. Dus dat vind ik al een fantastisch begin eigenlijk. Heel erg lekker en heerlijk. Ja. Maar mooi is dat zij laat zien dat poëzie ook beeld kan zijn. Zeker. En dus ze heeft een gedicht gemaakt. Ja. En dat legt ze ook uit. Ze heeft iemand ontmoet die eigenlijk een grammaticaal, als je het heel precies gaat bekijken, eigenlijk een zin tegen haar uitsprak die grammaticaal, technisch gezien, niet klopte. Ja. En toen, doordat ze die zin hoorde, kwam ze erachter hoeveel, op hoeveel manieren eigenlijk je die woordconstructie of die woorden kon husselen. Ja. En dat heeft ze als dobbelstenen is dat ook gaan doen. En heeft ze dus alle fouten zinnen een heel dun lijntje doorschreef. En alle goede zinnen die ze tegenkomt, heeft ze dan dus opengelaten. Nou, je ziet het. Het zijn exact 5040 combinaties. En de zin was die tegen haar werd uitgesproken. Ik nog niet zo goed spreek de taal. Ja. En ze komt dus, en dan gaat ze allerlei andere varianten gaat ze eigenlijk neerzetten. En uiteindelijk zegt ze, en dat is volgens haar ook een goedgekeurde uitspraak, is ik de taal spreek niet zo goed. De taal leren is moeilijk. De taal leren is heel moeilijk. Ja. En als je denkt dat je de taal kent. Ja, dan begin je nog maar net. Dan begin je nog maar net. En het mooie is dat ze daar ook een voorbeeld voor heeft. Sta je mij toe om nog één voorbeeld te noemen? Een gedicht van haar, de Toren van Babel is dat. Mm-hmm. Nou, we weten allemaal natuurlijk de Bijbel waar het op gaat, op alle verschillende talen. Ja. En zij vond het heel mooi om uit Antwerpen te doen. Want Antwerpen, heel kort even wat feitjes, heeft meer dan 180 nationaliteiten. Ja. En worden meer dan 400 talen worden daar gesproken. Ja. En het heeft dan een gedicht en dan en die laat ze vervolgens, ik dacht 17 keer, of nee, ze laat hem 8 keer naar een andere taal vertalen en altijd weer terugkomen naar het Nederlands. Ja. Dus in taal wordt ongeveer zo'n 17 keer vertaald. Ja. En ik lees eerst de eerste versie voor in het Nederlands. Mm-hmm. En dan is je dus naar het Engels vertaald, naar het Chinees, naar het, je ziet dus naar alles en op en aan, hoe die uiteindelijk eruit komt. Ja, ga je gang. Wij wonen in één stad, maar meer nog wonen wij in vele talen die langs en over en in elkaar botsen en die klinken met tongen die vreemd vallen. Dat is het haar eerste versie. Ja. Nou, dan bladeren we een paar bladzijden verder en dan komt er een andere versie. Wij wonen in een stad als een zenuwstelsel, omarmd door een eeuwige kakofonie waar golvende echo's van mooie talen, nieuwe en vreemde dialecten broeden. Een heel ander gedicht, hè? Ja, een heel ander gedicht, terwijl er bepaalde dingen heel duidelijk wel in terug blijven komen. Dus het elkaar aankijken, elkaar openstaan voor elkaar, dat soort dingen. En de stad. Ja, ja zeker, want dat is het. Het is speels, het is vrolijk, maar het heeft ook inhoud. Is het, ik bedoel,
het zegt heel echt wel wat over de samenleving, over hoe we met elkaar omgaan. En dat vind ik er ook mooi aan. Splinter heeft het gezegd, ik zeg het. Het boek Het Stad in Mij is een feest. En dan nu. Eigenlijk het minst spannende deel, omdat we al weten wie de winnaar is van de Constantijn Huygensprijs. Dat is natuurlijk Guus Kuijer. Dat was al bekendgemaakt. Misschien is het niet zo spannend meer dat hij het gewonnen heeft. Maar zijn literatuur en zijn verhalen zijn heel spannend. En hoe mensen zonder dat ze het weten enorm dat hij deel uitmaakt van hun leven, van hun jeugd en gewoon van hun volwassendom natuurlijk. We gaan naar wethouder Van Assen, want hij gaat de prijs aankondigen. De Constantijn Huygensprijs is een jaarlijkse oeuvreprijs. Het is de belangrijkste literaire prijs die namens de gemeente Den Haag door de Jan Kampert Stichting wordt toegekend. Hij bestaat al sinds 1948, dus echt een gezaghebbende prijs. En het is een eer dat we hem nog steeds mogen uitreiken. De naam Constantijn Huygens is al sinds de 17e eeuw nauw verbonden met Den Haag. Hij is hier geboren, woonde en werkte hier, bezong en beschreef de stad in zijn werk en is ook hier begraven. Hij werkte aan het stadhoudelijk hof en stond midden in het culturele leven. Een man van de wereld, een echte homo universalis. Wie de Constantijn Huygensprijs krijgt toegekend, mag daar dus met recht trots op zijn. Namens de Jan Kampert Stichting en namens de gemeente Den Haag wil ik Guus Kuijer dan ook van harte feliciteren met deze prachtige oeuvreprijs. Constantijn Huygens was schrijver, dichter, componist en ook een soort stedenbouwkundige. Dit plein, het plein, met daar de ingang naar de Tweede Kamer, is een ontwerp van zijn hand. Vroeger stond zijn huis hier ook, maar dat is gesloopt. Hier aan het plein ligt de nieuwe en literaire sociëteit De Witte, van na Huygens tijd, maar daar hebben we het niet over. Normaal gesproken is de sociëteit alleen toegankelijk voor notabel Nederland, maar vandaag zijn wij ook welkom voor een gesprek op afstand met Guus Kuijer. Dag Guus, hallo. Hallo. Wat leuk je te mogen ontmoeten. We hebben afgesproken dat ik je mag zeggen. En dan ga ik je ook als eerste van harte feliciteren met je prijs. Dankjewel. Het kan niet op. Het is wel de meest prachtige prijs ooit natuurlijk. Maar het is niet de eerste keer. Nee, je hebt al behoorlijk wat prijzen gewonnen, Guus. Ook voor je jeugdwerk. Maar dit is een prijs voor je hele oeuvre. Dus ook voor je werk voor volwassenen. Maakt dat nog verschil voor jou? Nou, ik vind het natuurlijk wel leuk dat die boeken ook in de prijzen vallen. Het is meer één keer eerder gebeurd. Kijk, die boeken voor volwassenen zijn heel goed in de markt terechtgekomen. Maar de kinderboeken die zijn het meest bekend geworden. Ja, want dat is de vraag die het eerst in mijn hoofd opschoot toen ik hoorde dat ik met jou mocht praten, Guus. Toen dacht ik, hoe is het voor een schrijver als hij naar de bakker of de supermarkt gaat en hij weet gewoon dat in die bakkerij of in die supermarkt er meerdere mensen staan die zijn werk hebben gelezen? Ja, dat is wel leuk. Maar weet je wat ook geweldig goed is? Dat ik dan persoonlijk nooit herkend word. Daar heb ik mijn leven lang mijn best voor gedaan om geen bekende Nederlander te worden. En dat is gelukt. Dus ik kan tussen heel veel mensen staan die sommige boeken van mij gelezen hebben, maar ze weten niet dat ik Guus Kuijer ben. Dit is natuurlijk op een heel vormende leeftijd, hè, dat mensen jouw boeken lezen. Ze zijn vaak nog, het is een hele bepalende leeservaring als kind. Ik heb dat zelf ook gehad en de generaties na mij zullen dat ook hebben. Was dat een bewuste keuze om kinderen aan te spreken, zodat je op een vormende leeftijd nog naar binnen kon komen met de verhalen die je te vertellen had aan ze? Nou, ik heb eigenlijk voor zelf nooit geprobeerd voor kinderen te schrijven. Ik heb geprobeerd over kinderen te schrijven. Omdat kinderen mij vond ik wel interessante mensen. En ik vond het interessant om een beeld te geven van hoe kinderen misschien waren. En dat dat dan ook geschikt is als kinderboek, dat vind ik natuurlijk mooi meegenomen. Maar ik hoop dat volwassenen het dus ook interessant vinden. En als ik dan zo naar je luister, als je over kinderen schrijft, niet voor kinderen schrijft, vraag ik me dan af, is er dan nog een verschil of je bijvoorbeeld Olle of de Bijbel voor ongelovigen schrijft? Als je niet voor iemand schrijft, maar over, heb je dan nog een andere verteltoon of heb je daar geen last van?
Nou, kijk, je probeert je, als je schrijft bijvoorbeeld dat boek Olle over een hond, dan probeer ik me natuurlijk, eigenlijk net zoals over kinderen, probeer ik over een hond te schrijven. En natuurlijk, die arme hond kan het niet lezen, maar ik probeer een beeld te geven van een hond. Dus ja, ik schrijf dus niet voor honden, maar ik schrijf over een hond. En dat is precies hetzelfde. Als ik dus een Bijbel voor ongelovigen schrijf, dan probeer ik natuurlijk dat ongeloof beeld te geven, zonder van die verhalen onzin te maken. He, want ik vind het, de meeste Bijbelverhalen vind ik heel interessant. Dus daar wil ik een beeld van geven voor ongelovigen. Wat mij dan erg opviel bij jouw Bijbelverhalen is, ik heb je ooit in een interview horen zeggen dat het schrijven bij jou heel erg vanzelf gaat. Dat het komt en dat je er niet echt iets over te zeggen hebt. Dat je niet ook weet, dat je niet weet waar het vandaan komt. Dat is waar, ja. Als ik begin te schrijven, dan in de eerste 100 woorden, die zijn te opzettelijk, weet je wel. En dan ben ik nog niet echt in trance. Het is een soort trance waar je in bevindt. En op een bepaald moment, dan komt het op gang. En ik weet niet precies waar dat dan vandaan komt. Het komt er gewoon. En soms is het onzin hoor, en dan moet ik het weggooien, maar in ieder geval ben ik dan een tijdje even weg geweest en heb ik in een stroom van woorden gezeten. Maar heb ik ook wel essays geschreven, en dat is natuurlijk toch veel meer stukje voor stukje, weet je wel, bij elkaar vegen. Om een boek als Draaikont en Haatblaffers, dat gaat er vooral over de geschiedenis, en dan bestudeer je natuurlijk allerlei geschiedenisboeken. En daar hoop je dan een mooie tekst uit te kunnen halen. Maar wat ik zo ongelooflijk vond van de Bijbel voor ongelovigen is dat het lijkt ook alsof je daar die trance vindt, hè, met de vertelstem van een van jouw vertellers. Maar je moet daarbij al die historische feiten en die wederwaardigheden van het bronmateriaal wel respecteren. Hoe heb je dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen? Nou kijk, ik ben zeer christelijk opgevoed. En wat wij altijd heel erg heeft geboeid, waren dat vroeger, als je als kind naar een christelijke school ging, dan werd er elke morgen begonnen met een Bijbelverhaal. De juf of de meester vertelde elke dag een Bijbelverhaal. En dat vond ik ontzettend boeiend. Daar verdwijn je dan helemaal in. En dan moest ik zondags naar de kerk en daar verveelde ik me rot. En dus de preek, heb ik ontdekt als kind al, was ontzettend saai. Maar het verhaal, waar het ook vandaan kwam, of het nou een sprookje was of een Bijbelverhaal, dat kon je helemaal in, daar kon je helemaal in opgaan, in verdwijnen. Ik heb vrij jong ontdekt dat ik niet gelovig was, maar dat die Bijbelverhalen, die bleven boeiend. Die bleven boeiend, ook al was ik ongelovig, want het zijn natuurlijk prachtige verhalen uit de oudheid. En je kunt dus merken hoe de mensen toen probeerden te begrijpen hoe het allemaal in elkaar zat. En dat vind ik nog steeds heel boeiend. Dus als ik dan me inleef in de verteller, bijvoorbeeld in Adam, dan laat ik Adam het verhaal vertellen, dan vliegt het me op een of andere manier toch aan hoe die man heeft geprobeerd om te begrijpen hoe de wereld was ontstaan en hoe de mensheid was ontstaan en zo. Ik ben zelf naar een openbare basisschool gegaan, Guus, maar we hadden op vrijdag wel wat toen nog godsdienst heette, misschien zou het nu levensbeschouwing heten. En dan kwam een vrouw vertellen, gelovige vrouw. En die had altijd hele grote platen, aquarellen bij zich met de verhalen van Jozef en Mozes. En die verhalen waren adembenemend. Maar wat ze nooit echt waren, was grappig. En ik vind nou juist dat jij bijvoorbeeld in het verhaal van Adam best wel een hele komische vertelstem hebt gevonden voor de eerste man op aarde. Dat scheppingsverhaal, dat vind ik grappig. Dat vind ik behoorlijk grappig. Dat heb ik dus zelf ook lichtvoetig proberen te schrijven. Er zijn andere verhalen, zoals jij noemde, over David of over. En die zijn meestal heel ernstig en die heb ik gewoon ook ernstig gehouden.
Ik vond het zo fantastisch van je Bijbel dat dus... Ik vond het gewoon een vrij geniale zet om hem lichtvoetig te beginnen. Dus om de lezer naar binnen te trekken met een verhaal waardoor je moet glimlachen. En waardoor je ook een beetje de onbeholpenheid van de mens en waarom we deze verhalen verzinnen. Het verhaal van Mozes, wat je serieuzer getoond hebt. Wat zich denk ik ook wat meer leent voor een serieus iets. Hoe heb je nou per Bijbelboek besloten welke perspectief, welke verteller je neemt? Nou, de dochter van de farao die Mozes gered heeft uit dat mandje in de rivier. Ja, dat vond ik zo'n heldin. Dus die wilde ik graag het woord geven. En het in een andere schrijver, die ook een Bijbel heeft geschreven, ergens rond het jaar nul, die wist hoe ze heette. Termoetis. Dus die naam die staat niet in de Bijbel. Haar vader wilde alle jongetjes vermoorden die bij de Joden werden geboren. Dat je dan als dochter van die man het waagt om zo'n jongetje gewoon te redden en aan te nemen als jouw eigen kind. Terwijl je weet dat het een Joods jongetje is. Nou, die heldin, die later ook dochter van God wordt genoemd, toen de Joden uit Egypte weggingen, onder leiding van Mozes, haar zoon dus, haar pleegzoon, toen is zij met het Joodse volk meegetrokken. Toen is ze meegegaan. En ook dat vind ik, ja, ook geweldig ontroerend. Het is een van de vele prachtige verhalen uit de Bijbel. Waar ook ongelovigen veel aan kunnen beleven. Ik vind het niet erg dat het ongeloof natuurlijk toeneemt. Hè? En de kerkeloosheid en noem maar op. Maar ik vind het wel jammer als mensen niet meer weten wat er in de Bijbel staat. Want het is natuurlijk een van de grondleggers van onze cultuur. Maar wat was nou jouw ingang om dit weer te maken? Ik ben voor de grap begonnen aan dat scheppingsverhaal. Echt voor de grap, voor mijn eigen grap. Dat ik op een bepaald moment zo gegrepen werd daardoor, dat heb ik van tevoren niet geweten. En achteraf is dat ook helemaal niet erg geweest. Het is een fantastisch avontuur geweest, waar ik heel erg van genoten heb. Het is alleen zo dat ik daarna echt wel even, ik ben nu weer aan het schrijven. Maar het heeft mij toch wel een paar jaar gekost om weer bij te komen, ja. Je hebt ooit je eerste kinderboek geschreven. Of kun je vertellen hoe dat is gegaan? Ik had 3 boeken voor volwassenen geschreven. En die eerste 3 boeken was ik nog niet een erg gelukkig mens. En vanaf mijn 30ste ben ik een gelukkig mens. En toen kon ik een kinderboek schrijven. Een boek over kinderen schrijven. En of dat met elkaar te maken heeft, weet ik niet. Maar misschien wel. Die eerste 3 boeken waren echt, ja, ik lees ze niet meer graag. Nee. Ze zijn van een man die nog niet zo goed kon geloven in een gelukkig leven. En nu wel. Al heel lang. En die eerste 3 boeken staan in de keurige, cynische Hollandse traditie. Al onze grote literatuur is van misantropen en cynische, boze mannen. Ja, ook, misschien was ook dat. Ik begon vanaf ongeveer mijn 14e te schrijven. Dus ik wilde schrijver worden. Maar ik dacht dat je dan allemaal nogal droefgeestige dingen moest doen, schrijven. Cynisch ook en zo. En misschien dat die eerste 3 boeken, dat ik toen nog dat geloof over de literatuur had. En op een bepaald moment ben ik van dat geloof afgevallen. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook goede boeken schrijven op een vrolijke toon. Maar dat kon je dus rond je 30ste wel, dus ik zit een beetje te vissen naar... Ik probeer het namelijk zelf nog te achterhalen. Wat is er gebeurd rond je 30ste? Mijn liefde zit daar. Ah, kijk eens. Wat en, leuk. We zijn nu 48 jaar bij elkaar. En ik ben nog steeds verliefd. En dat is natuurlijk wel een gelukzalig soort leven. Dan ben je echt een rijk en gezegend mens. Dus ik ga je nog een keer van harte feliciteren met je oeuvreprijs, de Constantijn Huygens. En ik wil je bedanken voor een heel fijn gesprek. Nou, en ik bedank jou ook, want ik vond het een heel prettig en vriendelijk gesprek. Dank Guus, wat fijn man. Dank je wel.
Dankjewel, Philip Huf. Dat was het laatste gesprek met Guus Kuijer, de laureaat van de Constantijn Huygensprijs. Van harte gefeliciteerd. Viel ik je ook op, Splinter? De grootste glimlach verscheen op het gezicht van Guus Kuijer toen hij het over zijn liefde had. Ja, 48 jaar al. Wauw, ik bedoel, allemaal mooi hè, die prijzen. Maar dat is toch wat we willen. Maar dat is de mooiste prijs die er is natuurlijk. De liefde, als je die weet te vinden en te behouden. En die hele tafel is bezaaid met het kinderboekenwerk van Guus Kuijer. Dat is ongelooflijk indrukwekkend, maar... Ja, heerlijk. Even, dit is voor jongens. Het is nou echt fitness, boek, hè? Ja. Gewicht heffen. De Bijbel voor ongelovigen. Ja. Er werd al over gesproken met Philip Huf. We gaan het er ook over hebben. Ja. Dat is een indrukwekkend werk, hè? Het heeft die Bijbeldikheid. Ja. Het heeft, dus het voelt ook echt als een Bijbel. Ja. Ja. En gelukkig lees het niet echt als een Bijbel. Want het is, als je het vervolgens gaat lezen. Mm-hmm. Wat denk je bijvoorbeeld dat de eerste eigenschap is die in het universum of in het heelal of in de wereld ten tonele verschijnt? Ik denk dat zou je niet raden, denk ik. Maar weet je welk? Ik laat me graag verrassen. Je laat je graag verrassen. Ja. Hij heeft dan over dat, hè, God is dan op een gegeven moment, dat was een woord, dat was God. Ja. En dan legt hij een beetje uit wat er gebeurt. En dan zegt hij bijvoorbeeld, wat ik al heel grappig vind. Toen God eenmaal uit zijn ogen kon kijken, dacht hij, ik zie niets. Wat heeft het voor zin om te kijken als er niets is? Ja. Wat natuurlijk al leuk maakt, dat God natuurlijk in de Bijbel en in alle geloven is God altijd natuurlijk almachtig. Kan alles. Ja. En hier wordt hij meteen eigenlijk beperkt doordat er helemaal niks is. Ja. En dan gaat hij nadenken en dan is er dus niets. En dan zegt hij... ik ben nieuwsgierig. Want hij wil iets gebeurt nieuw. En dat staat ook schrijven. Dus de eerste emotie of de eerste eigenschap die ten tonele verschijnt, is nieuwsgierigheid. Ja. En dat vond ik iets heel moois. Omdat nieuwsgierigheid natuurlijk altijd iets in werking zet, iets laat gebeuren. En dan gaat hij iets verder. Want God die denkt, nou, waarom gebeurt er nou maar niks? Nou, moet iets gebeuren. Mm-hmm. Toen God begreep dat piekeren niet hielp, begon hij te denken. En dat vind ik een hele leuke manier van. Dus dat doet hij ook als schrijver. Hij speelt met de woorden. Ja. Ja, je bent heel enthousiast. Ja, zeker. Over, voor de Bijbel voor ongelovigen. Je bent zeker nu opgevoed. Maar is er een verhaal hierin dat je heel erg aansprak of verwonderde? Los van het verhaal waar we het natuurlijk net even over hadden. Maar één snoepje even eruit te halen. Iedereen kent natuurlijk Salomons oordeel. Ja. Hè? Dus heel kort samengevat. Twee vrouwen, twee hoeren, zoals in de Bijbel worden gezegd. Ik zou prostituees willen zeggen overigens. Maar allebei moeder. Allebei een kind. Eén kind gaat dood. En de vraag is... een van die moeders wisselt dat kind om. Ja. En nu is de vraag van wie is het kind nou eigenlijk echt? Wie is de echte moeder van het levende kind? Ja. Dan komen ze bij de koning. Mm-hmm. En dan de koning die dreigt dan het kind door midden te hakken. Ja. En waarop de ene moeder zegt, ha, dan heeft zij ook geen kind. Ja. En waarop de andere moeder roept, geef het kind en haal het kind in leven. Ja. Waarop, en dan laat de wijsheid van Salomo lijkt dan van, oh, dan ben je degene die het kind aan de ander wil geven om het in leven te houden, is dan de echte moeder. Ja, precies. Nou, en het grappige is, wat doet Guus... En dat staat voor wijsheid, hè? Dat staat voor wijsheid, ja. Dat even de context. Ja, dat staat voor wijsheid. En ook voor en de rechtspraak en et cetera. Mm-hmm. Als ik Guus mag zeggen, wat Guus er eigenlijk mee doet, is heel grappig. Om te beginnen, de verteller van dit verhaal, zijn vrouw. En die begint al met de aanname te veranderen wat die twee vrouwen zijn. Want ze vertelt bijvoorbeeld, twee van mijn slavinnen, geen hoeren dus, zoals werd beweerd in het verhaal dat later de ronde deed. Ja. Kregen allebei op dezelfde dag hun eerste kind. Wat natuurlijk al heel erg leuk is, want wat later de ronde deed, is natuurlijk de echte Bijbel. Ja. Nou, dan slaan we even een paar stukken over. Mm-hmm. Diezelfde scène bij de koning Salomo, gebeurt dan dit. Ik vertel u wat er zich voor mijn ogen heeft afgespeeld en niet het verhaal dat later onder het volk is verspreid. Ja. En dan de koning heeft zijn zwaard en dan roepen de twee vrouwen, let op. Oh nee, dood het niet, laat een leven, geef het aan haar. Ja. Dus allebei die vrouwen roepen dat. Waarop de koning onder andere zegt, maar wie is de echte moeder dan? Dus hij weet het niet, dus zijn wijsheid is er eigenlijk niet zoals hij dat dacht, zoals wij het eigenlijk wel denken dat het er zou zijn geweest. En de vrouwen wezen opnieuw gillend naar elkaar. Zij. Ja. En uiteindelijk wordt het kind aan de verteller gegeven. Die gaat daarvoor zorgen. Die twee moeders gaan mee. En die vertelt er dan ook nog over. Ik heb de verantwoordelijkheid voor het kind op me genomen en het door beide vrouwen laten verzorgen. Ja. Toen er enkele maanden verstreken waren, heeft één van de twee, ik zeg niet welke, spontaan haar misdaad bekend. Mm-hmm. Let op. De ander heeft haar vergeven
en haar erkent als medemoeder. En vergeving is natuurlijk ook het grootste wat je kan doen. En dat is natuurlijk echt de wijze dat je elkaar vergeeft. Ja, helder. Mooi toch? Ja, prachtig. Oh, ja. Nog één ding nog over het boek. Het fijne is dat de Bijbelse verhalen, zoals vroeger die prenten eigenlijk, die waar Philip Huff het over had, die heel kleurrijk zijn en mooi eruit zien, dat door deze Bijbel voor ongelovigen eigenlijk die het echt verhalen worden. Ja. Dus je ziet het ook gebeuren. Je ziet de kastelen, je ziet de tochten, je ziet die vloedgolf van de Ark van Noah. Dat is natuurlijk wel echt geweldig. We laten de Bijbel even voor wat die is. We gaan is naar goed. De kinderboeken en daar gaan we praten met een, misschien wel de grootste Guus Kuijer fan van Nederland. Ze noemt zichzelf in ieder geval de grootste Guus Kuijer fan. En daar pak ik ook dit boek bij, Olle. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben bang voor honden. Echt waar? Ja. Maar niet voor Olle. Niet voor Olle. Olle is gewoon een heel bijzonder soort hond. Zelfs ik was daar dus niet bang voor. Ik denk dat we allemaal van hem zijn gaan houden. Zeker. Het eindigt, hè? Nee, we gaan helemaal niks verklappen. Maar we gaan wel praten met Esther Noemi Perquin. Want zij wil ook het een en ander kwijt over haar voorliefde voor Olle en voor het werk van Guus Kuijer. Esther Noemi Perquin, fijn dat je erbij bent. En om het moment te vieren dat je literaire idool Guus Kuijer de Constantijn Huygensprijs heeft gewonnen. Jij vond dat de meest terechte toekenning ooit, hè? Ja, ik kan niet anders zeggen dan als ik ooit in mijn leven heb gewild dat iemand nog eens vakkundig op een voetstuk zou worden gehezen. Dat had het Guus Kuijer moeten zijn. Dus het komt laat, maar ik sta alsnog onderaan dat voetstuk ruimhartig te juichen, zoals je begrijpt. Olle, we hadden het er net al over, hè? Dit boek. Het is een nieuwe editie uit. Dat is jouw favoriete boek. Ik zie dat die van jou heel erg glimt. Ik zal die van mij even erbij houden. Het is een beduidend exemplaar. Ja, en hier zit denk ik 30 jaar knuffeligheid in en tranen en vieze vingerafdrukken en zo. Dat ga je er ook aan afzien. Olle is het boek waarmee ik eigenlijk sinds ik het voor het eerst las, is dat het boek wat met me mee is gereisd, wat met me mee is gegroeid eigenlijk. En ik herlees het ieder jaar en ik ben er nog steeds niet immuun voor. Nee. Ieder jaar? Wow. Is dat een vast moment dat je dat doet of niet? Nee hoor, wanneer het meest nodig is. Wanneer het nodig is, hè? Wat haal je eruit? Ik vermoed zo'n beetje alle gesprekken die ik had willen voeren met mijn vader bijvoorbeeld. Over hoe het is om ouder te worden, over de groep waar je invalt of waar je ineens uitvalt. Over de liefde, over plannen maken en zien mislukken, over verlies, over rouw, over melancholie, over machteloosheid. Al die gesprekken die voer ik eigenlijk met Olle of Olle met mij eigenlijk. Dus in die zin is het een boek, als je er eenmaal in bent gestapt, stap je er nooit meer uit. En ik vermoed ook dat daar eigenlijk het meest fonkelende zit, het fonkelende aspect van het schrijverschap van Guus Kuijer is dat hij een boek kan schrijven wat alleen voor jou is. Het is misschien een kinderboek, maar er zitten natuurlijk hele grote thema's in en grote mensen dingen. En er zitten natuurlijk allerlei verwijzingen naar dingen en metaforen eigenlijk. En dus het raakt je meteen. Bijvoorbeeld de hond is nog een pup en dan die durft dan niet ergens heen te gaan als het ware. Nou, en dan wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld: hoe gevaarlijk was de wereld als je zo klein was als Olle? En dan denk ik, dat vind ik dan best heel mooi, want als je er lang over na gaat denken. Hè, dat kan, je kan die vraag gewoon lezen, of je kan een beetje in blijven zitten. En zo, dat is maar een één, even die ik zo nu even onderstreept had. Maar er zit heel veel in. Ja, ik zie je glimlachen, je glundert bijna, Esther. Ja, het is altijd heerlijk als iemand, als iemand de liefde blijkt te delen. Je voelt je dan ook direct deel van een soort select gezelschap. Je hebt een stuk geschreven in NRC, hè, over Olle. En hoe bijzonder het boek voor jou is. En daarin voer je een niet nader genoemde schrijver op. Die daar een beetje
minachtend op reageert. Weet je, kinderboek. Er zijn zoveel volwassen schrijvers en hoezo een kinderboek. Maar een kinderboek, een goed kinderboek is eigenlijk gewoon een goed boek voor iedereen. Sommige volwassenen zijn zo goed volwassen geworden dat ze niet meer precies weten wat een kind is. En in dit geval is het natuurlijk heel jammer als je de deur tussen die twee fases in je leven zo hard hebt dichtgedrukt dat je daar zelf niet meer naartoe kunt. En toen ik net zei, dit boek is voor mij geschreven, ik denk dat dat het gevoel is waarmee ik het ook las. Ik wist direct, als ik uit ga leggen wat er allemaal slim is en goed en groots en meeslepend aan dit boek, dan kan ik dat niet aan volwassenen doen, want dan moet ik gaan zeggen, het gaat over een pratende hond. En dan haken ze af. En kinderen snappen dat een pratende hond uiteraard gewoon bestaat. En Guus Kuijer weet dat en die maakt daar heel handig gebruik van. Aanvankelijk zei je, dit boek is van mij, over Olle. Dus je eigent je het desondanks niet toe. Je bent graag bereid om het te delen. Nou, ik heb er wel even over getwijfeld of ik erover moest gaan schrijven. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar ik ben denk ik de enige in Nederland die stilstaat bij het feit dat Olle dit jaar 30 is geworden. En toen dacht ik, als ik dat al zo vind, ik hoop zo, al is er maar één of al zijn er maar twee of drie krantenlezers die denken, dat boek heb ik gemist, dat ga ik inhalen. En ik gun het ze zo. Ik gun ze zo dat zij ook kunnen zeggen, Olle is van mij. Nou, dankjewel. Dankjewel, Astronomy Perquin. Ik denk dat er geen mooiere liefdesverklaring denkbaar was vandaag. Dankjewel, dankjewel. Dat was Esther Naomi Perquin over haar grote idool Guus Kuijer, de winnaar van de Constantijn Huygensprijs. De boeken hebben erbij gepakt. Ja, heerlijk toch? Dit is de stapel waar u zich zeker aan moet zetten de komende tijd. Dit waren de Jan Kampertprijzen. Ja, de Haagse Literatuurprijzen. Het zit erop. Het zit er helaas. Nou, we kunnen natuurlijk, het voordeel van boeken is dat je ze eindeloos kunt herlezen en weer nieuwe dingen kunt ontdekken. Mm-hmm. Dus, en als je echt alles hebt gelezen, kan je met deze boeken altijd nog gewicht heffen. Want ja, het zijn er zoveel en zo zwaar. Spieren kweken. Ja, vergeet u trouwens niet om lid te worden van de Jan Kampert Stichting. Dan krijgt u ook het jaarboek met de essays over de prijswinnaars. En eigenlijk wil ik gewoon de hoop uitspreken dat we elkaar volgend jaar weer in levende lijven treffen. In een feestelijk theater met muziek. Applaus, dans en nieuwe boeken. Nieuwe boeken, dat vooral. Dank u wel en tot volgend jaar.